Davy Defoe, 10 op 12 na een puntje op Anderlecht. Ideaal moment om onze captain nog eens voor de lens te halen natuurlijk. Om die eerste vier wedstrijden even kort op een rij te zetten. Heerlijk begin toch en waarschijnlijk een fiere kapitein hier bij mij. Jawel, zeker. Met de 9-9 waren we natuurlijk ook al heel blij. Maar hier een punt komen halen in Anderlecht is zeker niet slecht. Iedereen zegt dan in die ploveenwedstrijden dat thuiswedstrijden heel belangrijk gaan worden. En dan heeft Anderlecht hier weer punten laten liggen. En hebben wij misschien wel een punt gepakt vandaag. En daar zijn we heel blij mee, zoals je zegt. 10 op 12. Goed te starten aan die play-offs. En nu moeten we proberen die lijn door te trekken. Maak ik een goede analyse als dit onze moeilijkste wedstrijd in de play-offs tot dusver was? Ja, daar ben ik mee eens. Zie ook wat het resultaat. Maar oké, ik denk dat Anderlecht ook niet heel goed was. Ik denk dat allebei de verdedigings vandaag, of het verdedigend werk, heel goed was van beide ploegen. Dat zag je ook, de aanvallers ja, van ons die het wat moeilijk hadden, van hun ook, vond ik. En dan is daar wel een gesloten wedstrijd. Heel weinig kansen. En dan heb je mijn gevolg dat het een 0-0 wedstrijd wordt. Zegt dat misschien ook iets over de vermoeidheid? Dat het bij beide blokken het er verdedigend wel stond, maar aanvallend ja, minder fris was? Dat denk ik niet. Dat is mijn gevoel toch niet. Ik vond dat we heel fris ook waren. Ik vond wel dat we meer moesten voetballen. Dat hebben we niet gedaan. Vooral de eerste helft hebben we verzuimd om te voetballen. Was het meer de bal wegtrappen en we zien wat die uitkomt. De tweede helft hebben we ietsje meer van die ruimtes proberen te genieten. Maar misschien nog niet voldoende. We hebben heel weinig kansen gecreëerd. Maar oké, is wat. Die wedstrijden zullen nog tussen zitten in de play-off. Is dat helemaal niet erg. Als je hier een punt pakt op Anderlecht, moeten we gewoon blij daarmee zijn. Misschien de schakelman Sven Kums en zijn voetballend vermogen een beetje gemist vandaag? Om dat voetballende te brengen waar hij over spreekt? Ik weet het niet. Misschien heb je wel gelijk. Dat waren ze de eerste helft de rust ontbrak in het spel. Maar oké, ik denk de tweede helft met mijn moeder in. Dat de organisatie toch nog beter stond. En dat we meer aan voetballen zijn. Dat ook extra aanspeelpuntjes zal ik maar zeggen, in het middenveld. En ik vind dat we dan wel momenten goed eruit te komen zijn. Heel wat jonge jongens vandaag, nog meer dan anders door die blessureschorsing. En zo volwassen voetballen. Ja, inderdaad. We hebben een grote kern, ook maar heel wat jonge gasten. Iedereen is ook fit, behalve buiten Ambay dan, dat mogen we niet vergeten. Maar voor de rest is iedereen fit en je ziet dat de concurrentie heel groot is. Iedereen wil graag spelen, iedereen is ook in goede doen. En dan zie je vandaag dat er inderdaad heel wat jonge gasten zijn die ook een kans proberen te grijpen en die het zeker goed gedaan hebben. Zondag dan, naar Lokeren. Misschien, je glimlacht al. Misschien een beetje ons zwarte beest wel. En nog een bepaalde match indachtig, denk ik. Zwarte beest mogen we er niet van maken, hè. Anders gaat dat mentaal gaan wegen. Maar inderdaad, had ik er al voor de play-offs dat misschien de uitwedstrijd in Lokeren misschien wel het moeilijk zou worden maken. Daar moeten we niet te veel aan denken. We moeten gewoon aanvatten zoals een wedstrijd zoals een ander. En dan gaan we gewoon weer proberen voor die drie punten te gaan. En dan gaan we proberen onze plaats vast te houden, die tweede plaats die we nu hebben. Gaan we proberen te verstevigen of vast te houden. Een wedstrijd als een ander betekent in deze play-offs een wedstrijd zonder verlies? Ja, dat hoop ik. Ik zou het liefst zeggen zelfs met drie punten daar. Maar oké, ik zeg, onze thuiswedstrijd wordt heel belangrijk. Als we daar telkens drie punten kunnen halen, gaan we al hele goede stappen in de goede richting zetten. En alle punten die we buiten huis pakken, dat zijn extra punten. Maar natuurlijk willen we het liefst zoveel mogelijk punten pakken. Bedankt, captain.